Hoi, leuk dat je weer bij mijn filmpje komt kijken. Het is een extra filmpje. Ik liet op Facebook al mijn mini-album zien wat ik gemaakt heb. Het idee hiervan kwam bij collega-demo Anja Akkerman vandaan, Duitse demo. En zij had het met een zachte cover gemaakt. Maar het album is gemaakt met de Tutti Frutti, cards en envelopes uit Celebration. Het is een gratis set die je mag uitzoeken bij een bestelling van 60 euro of meer. En ik heb daar dus dit album mee gemaakt. Ik wil eerst even de verpakking laten zien. Dan krijgen jullie een beetje een idee wat er nou in zit. Dit was dus nog een nieuwe verpakking. In dit pakket zitten 4 kleuren. En per kleur zitten er ook weer 4 in. Dus 4 enveloppen, 4 kaarten. Dit zijn ze. En ook de binnenkant ziet er heel leuk uit. Dat maakt het zo leuk om er een mini-album van te maken. En de kaarten zijn aan de binnenkant wit. En aan de buitenkant beide bedrukt. Dus zo ziet het eruit. En voor het mini-album heb ik 8 envelopjes gebruikt. Dus 2 keer de kleur en 2 keer de kaarten. Ik heb het album gemaakt met een harde cover, omdat dan blijft het gewoon mooier. En ik zal zo meteen laten zien hoe ik de binnenkant gemaakt heb. Dat doe ik even voor. En verder, als je deze manier van een mini-album eens wil maken, kun je op YouTube kijken naar de filmpjes van Peper van Ammenem. Zij maakt echt hele gave albums. En haar manier van de cover eromheen maken vind ik zelf heel erg goed uitgelegd en heel handig. Dus dat kan ik je zeker aanraden. En daar komt ook mijn idee vandaan. Dit is de binnenkant. Ik heb hem dus... De harde kaft is met chipboard. Dit kun je gewoon kopen, maar je kan ook de binnenkant van bijvoorbeeld een pak designpapier gebruiken of een groot kladblok of nou ja, noem maar op. Wat eigenlijk ook net hier uitkwam. De verpakking van de kaartjes en de enveloppen. Dit is dan te klein, maar dit is gewoon chipboard. Dat heb ik dan bekleed met cardstock. En ja, hier heb ik een pocket gemaakt. Daar zit een label in. En het binnenwerk heb ik met de washi tape verder weggewerkt. Een volgende keer zou ik dat op een andere manier doen. Maar voor nu ben ik er blij mee. Ik vind het leuk hoe dat het geworden is. In dat album zie je dus dat al die envelopjes zo vastzitten. Als ik nou naar de eerste envelop ga. In de envelop zit een kaartje. Ik heb overal Thick Whisper White voor gebruikt. Zodat je echt de foto's erop kan doen. Dat het gewoon stevig is en niet heel slap. Als je hem dan omslaat. Dan is dit de flap van de envelop. Is dit het kaartje. En hij zit dus vast aan de flap van de envelop. En dan kun je hem dus nog een keer openvouwen. En dan zit je hier weer tegen de andere kant van de envelop aan te kijken. Bij de volgende is het iets beter te zien. Dus dit is de flap van de envelop. Het plakgedeelte heb ik er afgesneden. En dan heb je de binnenkant van het kaartje. En dan nog een gedeelte. Dus zo heb je eigenlijk heel veel ruimte om foto's te verwerken. Of om te stempelen. Of nou ja goed, maar net hoe je hem wil aankleden. Ik vind hem zelf heel erg leuk geworden. Ik zal jullie laten zien hoe ik de binnenkant gemaakt heb. Ik heb een stuk cardstock gebruikt van 28,5 bij 14 centimeter. En deze heb ik gescoord op 4,5. Een 5,5. 6,5 is trouwens allemaal centimeters. 7. Acht. 9. 9,5. 10,5. Lijkt of ik bingo aan het doen ben.
9,5. 12. 13. 14. Dan draai je het vel om en dan pak je precies dezelfde maten. Dus weer 4,5. 5,5. 6,5. 7. 8. 9. 9,5. 10,5. 11,5. 12. 13. 14. Dan moeten deze lijnen allemaal goed gevouwen worden. Als je hem nou goed gevouwen hebt, dan ga je hem vastplakken. En ik heb dit met teer en tape gedaan. En je plakt iedere vouw tegen elkaar. Als je YouTube-filmpjes kijkt van mensen die dit heel veel doen, dan ziet het er allemaal veel handiger uit. Dit is niet wat ik vaak doe. Dus vandaar dat het er een beetje als stunt uitziet. Even alles goed aanduwen. En dan zie je al wel dat dit, deze maar goed. Dit is dus het gedeelte waar je kaf tegenkomt. Dus dat is dit gedeelte. Goed, als je dus dit hebt, dan kunnen die envelopjes eraan. Dat ga ik nu niet voordoen. Want dan ga ik een envelopje versnijden en dat vind ik nu een beetje zonde. Maar als je dit hebt gemaakt, dan zoek je je envelopjes uit van de kleuren. Ik had dan alle kleuren twee keer. Dan snij je de onderkant open. Ik heb het met dat kleine hakketje gedaan wat ik altijd gebruik. Zo maar net hier het randje eraf, waardoor die open gaat. En dan kun je ze één voor één met Tombow kun je ze eromheen doen. En vastzetten. Dus dan plak je, dan komt dit gedeelte aan de binnenkant van je envelop. En dat blijft dan plakken omdat je vloeibare lijm gebruikt. Je kan ook tape gebruiken, maar het verschuiven is in dit geval echt heel erg handig. Verder moet je erop letten, zoals ik het gemaakt heb. Dit is je voorkant. Dus hier komt zo'n tap in en je vouwt juist de flap van je envelop de andere kant op. Ik heb dan op alle enveloppen deze plakrand weggesneden. En als je enveloppen allemaal vastzitten, dan plak je die
rand hieraan vast. Dan zit hij dus alleen hieraan vast en dan krijg je dus dat hij op deze manier open gaat. Dus zo zit zeg maar het systeem in elkaar. Ik hoop dat het zo duidelijk is, want ik had best wel veel reacties gekregen van mensen die hem ook graag wilden maken. Het is dus heel simpel. Dit is even een dingetje. Zeker als je dit in mijn geval niet vaak doet. Maar dan is het gewoon met chipboard aan de slag, leuk bekleden en je hebt een ontzettend leuk mini-album. Ik noem mijn mini-album Amazing 2018. En hier wil ik wat leuke foto's in verwerken. Eigenlijk van wat ik heel het jaar ga meemaken of meegemaakt heb. Nou, ik hoop dat jullie het filmpje leuk vonden. Vind je het nu leuk om dit soort filmpjes te kijken? Zou ik het heel leuk vinden als je me een thumbs up zou geven. En wil je abonneren op mijn YouTube kanaal? Dan kun je bovenin op de knop klikken. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doeg!